Er valt heel wat te kiezen op 21 maart in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Diverse mediainstellingen volgen de verkiezingen op de voet. en brengen zo goed mogelijk verslag van de gebeurtenissen en standpunten van de diverse partijen. Ook mediapartner De Gelderlander van de Regio TV Tiel pakt flink uit. Voor het eerst hebben we dit jaar ook een stemwijzer. Een kieswijzer voor Tiel en voor veel plaatsen in ons gebied. Waarop iedereen in Tiel uit kan zoeken welke partij het best bij hem past. Op gemeentekieswijzer.nl kan iedereen zijn eigen gemeente zoeken en daar de kieswijzer invullen. En het gaat dan over thema's die in alle gemeenten spelen, maar ook thema's die in een bepaalde gemeente spelen. Denk aan, uh, in Tiel aan de toekomst uh, van de walkade, denk aan uh, de toekomst van de binnenstad. Daar gaan ook stellingen over. En de partijen hebben allemaal aangegeven uh, wat zij belangrijk vinden en bij elke stelling kun je goed zien uh, wat de partij uh, stemt. Ja, wij gaan uh, uh, alles volgen wat er natuurlijk speelt in de debatten of in de, in de campagne en uiteindelijk uh, mondt dat uit in een uh, verkiezingsdebat op 19 maart. Dan zijn alle fractievoorzitters hier in Tiel aanwezig, hier in het regionaal archief Rivierenland. Dan bevragen we hen op verschillende thema's. Ze gaan met elkaar in debat. Ze vertellen in het kort waar zij voor staan, wat zij belangrijk vinden. Nou ja, het is twee dagen voor de verkiezingen, een mooi moment voor iedereen die wil komen om nog even te kijken van wie zijn nou de mensen die ik de komende vier jaar misschien wel mijn stem wil toevertrouwen. Uiteraard volgen we ook mediapartner Regio TV Tiel. Die hebben op 12 maart hun debat hier in, hier in Tiel. Vanaf 15 maart wordt dat uitgezonden. Ja, daar zal ook weer allerlei nieuws uit te vinden zijn. Dat zullen wij ook volgen en daar zullen wij bij zijn als de Gelderlander.